Doenja is vandaag in... Herken je het al? Dit is het beroemde gebouw met de 9 aluminiumbollen. Het Atomium in Brussel, gebouwd voor de wereldtentoonstelling Expo 58 in 1958. In Brussel is Doenja op bezoek bij Comarg, een van oorsprong Pools IT-bedrijf dat op zoek is naar IT-personeel voor hun vestiging in Rotterdam. Can you tell me how Comarg started? Well, it's a very good question because in fact this year we are having our 25th anniversary of existence. Congratulations. And we have grown quite quickly from being one person who is by the way still CEO and founder of Comarg up to 6,000 employees spread out all over the world starting from Chile up to Malaysia. Wow, but what services do you offer? Well, first of all, I would say that we offer, for instance, in the context of Netherlands and Benelux market, solutions for retail, our own IT solutions for financial market and for telecom. Yeah, that's something to be proud of. But what are the possibilities in terms of work? So we can see a great potential of the Benelux market and of the Dutch market that is one of the most innovative. And that's why we are looking for new team members as business development managers, consultants, business analysts, project managers and so on to our newly opened office in Rotterdam as well. But what tips would you have for the people who would like to work here? Well, so we are looking for entrepreneurial people, quite dynamic, who are looking for new challenges, because where is the challenge? There is a growth. Okay, well, I'm going to search for Kathleen because she can also tell me more about the company. And I want to thank you for your time. Thank you very much. Okay, have a nice day. Bye-bye. Nu we toch voor Puk op zoek zijn naar powervrouwen in de IT-wereld, kijken we even hoe dat bij Comarg zit. Kathleen, hoe ben jij hier terechtgekomen? In een vorig professioneel leven werkte ik vaak samen met IT-bedrijven en ik vond het zo'n leuke sector dat ik er graag ook zelf in aan de slag wilde gaan. En Comarg heeft me 3 jaar geleden die kans gegeven. Wat leuk, maar wat maakt het werken voor jou hier nou zo leuk? We zijn een heel erg internationale omgeving, dus dat in de eerste plaats. Ik geloof dat we met alle collega's samen zo'n 14 talen spreken, dus dat is best veel. Ja. We zijn natuurlijk ook een heel erg jong team. En daarboven krijgen we de kans om hier bij Comarg ook gewoon heel grote projecten en verantwoordelijkheden op te nemen. En dat maakt elke dag een beetje anders. En hoe is de sfeer onderling met je collega's? Zoals je zelf kan zien hier, eerder informeel. We zijn een jong team. We vinden het ook belangrijk om gewoon open met elkaar te communiceren. Binnen de projecten, maar ook daarbuiten. En vandaar dat we ook samen teambuildings organiseren bijvoorbeeld. Om die informele sfeer verder te ondersteunen. Wat leuk zeg. Nou, ik ga je bedanken voor je tijd. Dankjewel. Ik ga even door en werk ze nog eventjes. Oké, super. Doei, doei.